hear you breathe, but I can't see if you're right here next to me. Something's... Hoi jongens, daar was ik weer. Ik heb echt een poosje niet gevlogd en de reden daarvan is dat ik gewoon ziek was, me niet lekker voelde. En nu ben ik onderweg naar de coronatest. Ik heb alle klachten gehad behalve koorts. Dus ja, het is tijd dat ik mezelf ga laten testen. Niet alleen voor mij, maar ook voor de mensen om me heen. Better safe than sorry. Better safe than sorry. Ik ben, zoals jullie misschien ook kunnen zien, een beetje aangekomen. Het lijkt net alsof de bof all over again in mijn gezicht is geslagen. Maar ja, ik was niet misselijk of zo. Ik had mijn eigen slag in de ronde. Maar ja, ik had voor de rest wel gigantische hoofdpijn, uitdrogingsverschijnselen in mijn neus. Ik was er gewoon niet lekker aan. Dus better safe than sorry. Ik ben nu onderweg naar Vianen. Daar ga ik me laten testen. Mijn vriend is mee. Ik heb mondkapjes mee. En binnen 2 dagen. De een krijgt hem binnen 8 uur al de uitslag. De ander na 24 uur. En de andere 48 uur. We wachten het af. Ik ben ook niet meer bij mijn moeder geweest. Ook niet bij mijn schoonouders. Want mijn schoonmoeder heeft COPD. Mijn broertje is astmatisch. Of heeft astmatische bronchitis. Dus ja, ik pas gewoon een beetje op. En nou, ik ga jullie meenemen. Nou jongens, we staan al ruim een kwartier hier in de file. Nou jongens, het wachten duurt extreem lang. Maar god. We staan hier al een kwartier in de file. Volgens mij is het de coronafile. Mijn vriend heeft zijn mondkapje op. Heel goed. Better safe than sorry, as we said. Maar kijk. Ik zal even inzoomen. Daar is het. Ergens. En wij staan hier pas een kwartier tot 20 minuten. Maar je kan ook niet inhalen. Ik ben benieuwd. Mijn vriend gaat zoveel mijn hoek de test krijgen, want daar zijn jullie vast benieuwd naar. Dat zal vast de reden zijn dat jullie deze video kijken. Ik kijk er niet naar uit. I don't have a gag reflex, but I think I have a gag reflex. That's nasty. Jongens, we staan nu in de file en het is echt heel lang. I'm gonna show you guys. Daar moeten we zo meteen doorheen. Wat is de teststraat? Het is echt verschrikkelijk. Het lijkt wel fucking car wash. Alsof je wordt gecar washed van de corona. Heb jij de tijd voor? Ja. Ik ook. Maar ik ben degene die de test moet ondergaan. Hij kon vandaag geen afspraak maken. Terwijl hij in de zorg werkt. Dus was good. Ik ga jullie zo meteen de ingang laten zien. Maar in een fast forward. Dus ik ga een soort van timelapse maken. Zo'n goed idee, ja. Jullie gaan het zien. Jongens, er staat er dus een bord, GGD bord, en er staat een camera op met een streep ertussen. Maar ik ga zo meteen wel heel even vragen of mijn vriend mij mag filmen. Want waarschijnlijk gaat het om de medewerkers die niet gefilmd mogen worden of willen worden. Wat ik snap, goed recht binnen een gebouw, privacy schending. Maar ik wil toch wel even filmen hoe ik sta in mijn neus. Ik moet er nu al van hoesten. Huh. Ik zie jullie zo. Echt, car vlog. I'm gonna call this the car vlog. Nee, de COVID-19 test straat vlog. Zonder uitslag. Want de uitslag krijg ik pas over een poosje. Kijk, we gaan hier naar binnen. Jongens, ik ben klaar. Oh my god. Het viel mee. Maar het is verschrikkelijk. Die staaf, oh my god. Ik voel hem nog steeds in mijn neus zitten. We mochten niet filmen, maar hebben we ook niet gedaan.
Maar ja, kijk hier even jongens. Want ik zou Genie niet zijn als ik Genie was. Of mijn vriend niet zijn als die niet toch een klein stukje stiekem spycam voor jullie had. Jongens, enjoy. Bewegingsruimte. Ja. Ik ga bij jou eerst een keelswap nemen. Oké. Ja, dan mag je neus snuiten, doe ik een neuswap en is dan weer afgekomen. Oké. Krijg je vast tissue, mag je iets naar voren toe komen, doe je mond open, tong uitsteken en haar zetten. Ja, hartstikke goed. Perfect, dat was één. Mag je neus snuiten, thuis het zakdoekje weggooien. Thuis? Ja. Dan mag je deze kant iets kermen omhoog, naar het plafond. Blijf zitten. Je doet het hartstikke goed. Kriebelt een beetje. Zo, dat was hem al. Zo. Ja. Hoeveel tests doen jullie op een dag? Vandaag meer dan 1000. Zo. Dus, een fijne dag nog, hè. Dankjewel. Nou jongens, ik ben weer thuis. Zo raar. Of het komt omdat ik dagen niet buiten ben geweest en nu weer fresh oxygen heb gekregen. Maar ik heb me toch een partij koppijn. Of heeft hij mijn hersens lopen kietelen met die wattenstijf van hem. Who knows? Ik ben zo benieuwd. Ik ga vanavond kijken of de uitslag erop staat. Want sommige meiden die hadden hem al rond 7, 8 uur. Of na 7, 8 uur. Dus ik ben benieuwd. Ik zelf denk dat ik negatief ben, maar you never know. En als ik positief blijk te zijn, dan ga ik in fully quarantaine. Maar dan moet mijn vriend ook getest worden. Dus we will see. Jongens, ik ben inmiddels een paar dagen verder. En ik dacht, ik ga heel even iets met jullie delen. Woehoe. Jongens, check it out. Mijn resultaten waren negatief. Ik heb geen corona. Ik heb geen corona. Ik kan weer naar mijn moeder. Jongens, ik ben een gelukkig mens. Ik heb geen corona. Maar dat betekent niet dat je niet nog steeds extra voorzichtig moet zijn. So stay safe. Blijf binnen. Ga alleen naar buiten. Als je echt naar buiten moet. Boodschap moet doen. En shit. Alleen zo krijgen we met z'n allen corona onder controle. Dus vonden jullie dit nou een spannende, leuke video? Vergeet dan vooral niet om te abonneren, een blauw duimpje omhoog achter te laten. En een lieve reactie of een stomme reactie of een reactie. Geef me gewoon een reactie. En dan zie ik jullie in de volgende video. Negatief. Zonder corona.